Well, the team's now. Zo, hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag spelen we tegen Olympiakos en we spelen uit. Vierde wedstrijd in de Champions League. Dus als we deze winnen, dan gaat het helemaal goed komen. We spelen met de volgende 11: Donnarumma, Papadopoulos, Reyes en Martins Indy. Klaasie en Kimmich op het middenveld. Rechts Vidalba, de vervanger van de geblesseerde Dembele. Hazard op links, De Bruyne op 10. Kane en Lukaku voorin. Dan gaan we naar Olympiakos. Even kijken. Die rechtsachter heeft bij Feyenoord gezeten. Ooit een halfjaartje, geloof ik. Verder ken ik eigenlijk niet zoveel spelers van hun. Misschien jullie wel. Ik niet. Maakt me ook niet uit. Maar het hele Olympiakos zal schelen. Als we maar van ze winnen. Toch? Oeh, dat is jammer. Kom op. Jammer. Lekker Klaasie. Gewoon bam tegen de grond. De Bruyne, Hazard, Lukaku. Lukaku terug naar Hazard. En nu dan. Goeie bal op Lukaku in twee instanties. Krijgt hij de bal er niet in. Eerst maaide die mis. En daarna ging het mis. Die had hij de beste in mogen doen voor mij. Hier, 9 punten gehaald. Dus dat is lekker. Maar hier gaat het niet zo best. Oh, Donnarumma, lekker jongen. Maar het is Indy ook goed weggehaald. En nu rustig aanvallen maar weer. De Bruyne op Lukaku. Speelt maar weer terug. En weer verder. En weer verder. Goeie bal, Hazard. Op Vidalba. Vidalba schiet hem erin. Doet hij niet. Oh, Klaasie. Die bal wordt net geblokt. Zonde. Eeuwig zonde. Nou, die neemt aardig wat risico daar. Het is dat ik een verkeerd knopje drukte. Oh, Papadopoulos. Misschien ook bij Olympiakos gevoetbald vroeger. Wie dan? Ja, er staat niemand vrij. Kane dan door moeten lopen, daar wacht ik eigenlijk op. Lekker Hazard. Bezig jongen. De Bruyne dan. Even terug. Kimmich. Ja, Vidalba goed naar binnen gekomen. En dan schiet hij hem mis. Kwam wel goed naar binnen. Moest ook met links schieten. Dat is niet zijn favoriete been. Oh. Wat is dit dan? Vrije trap. Wat een onzin. Ja, Vidalba die niet bij wil tekenen tot nu toe, jongens. Zonde. Nou, Kane nu dan. Oh, die bal gaat niet naar Kane. Tjongejonge. Goed gedaan, Vidalba. Goed gedaan, Kane. Oh, Lukaku hier. Die moet erin. Ja. Hij scoort gewoon wel weer, hoor. Champions League is zijn dingetje, heb ik het idee. De Champions League scoort hij gewoon. Doet hij toch knap, dit. Hij glijdt hem. Hij loopt hem. Wie is er? 1-2. Oeps. Terwijl hij glijdt, een lopje over de keeper heen. Ja, Kane is in deze rol dan ook wel weer een beetje onzichtbaar aan het worden. Daar baal ik dan wel weer van. Je hebt zulke goede spitsen. Oh, oeh, die gaat net mis. They've been working so hard to get back on level terms. And you're right, Martin, they have worked extremely hard. Just let down at the... Netjes De Bruyne. Nou. Oh, waarom neem je hem nou aan? Laat hem lopen. Nu dan. Hazard. Hazard geeft een goede voorzet, man.
Ach, lul. Ga hem nou echt op je borst proberen aan te nemen dan nog. Laat die bal dan lopen. Oh, oh. Maar ik vind het er over het algemeen niet beter op geworden, jongens. Met al die goede spelers. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar... Ik denk, ik haal allemaal goede spelers. Konden het betalen, dus waarom niet? Maar het valt toch een soort van tegen of zo. Nog steeds. Niet dat het nou heel slecht gaat, maar... Net als de Bruyne, Lukaku. Nou, Lukaku die scoort de laatste tijd dan op zich wel. Hier, vergeet de bal weer. Het is gewoon lekker net niet allemaal of zo. Kane deed in het begin aardig, maar die valt nou weer tegen, vind ik. Wat vinden jullie er nou van? Lukaku. Nou, Hazard dan. Well, this attack got a bit of menace to it. Komt nu naar binnen. Die moet toch gaan scoren nu. Schiet op de paal. En Kane. Ah. Jongen. Kijk, en als zulke ballen er nou ingaan, dan heb je gelijk een veel beter gevoel. Maar ze gaan er niet in. Geen vrije trap tegen, dat scheelt. Nou, nu. De Bruyne. Goede bal op Kane. Die valt precies goed. Kane. Oh, ja, dat was wel een lastige bal. Tussen die verdedigers in zo. Romelu Lukaku. Joshua Kimmich. Nu dan. Ja, hè. En wie scoort er? Klaasie. Echt, ja, zulke spelers. En wie scoort er? Klaasie. Het is niet te geloven. Kimmich hier met een goede bal op Kane. Kane. Bal aan wordt tegengehouden. Klaasie hier de rebound. 2-0. Ah ja. Maakt het ook allemaal uit. Als er maar gescoord wordt, toch? Ga ik eens kijken of het veel uit gaat maken. Als ik Kane... Oh, get in behind toe. Lukaku heeft dat al. Dat is allebei maar lekker diep. We saw from the first half, Alan, that the Tides really have got down to their style of play in this group. Oh, scheids. Dit is wel een kaartje. Geen kaartje. Slecht. Nou, Villalba doorlopen. En nou, er staan genoeg mensen voor. Kane, die moet erin. Verdedigen ze ertussen. Ah, jammer. Lukaku, ga ervoor staan. Hij kan hem niet kwijt. Duurt te lang. It's a good place to win the ball here. Goed gedaan, Kane. He's coming forward with some danger. Nou, en dan wordt hij makkelijk van de bal gelopen. Dat is dan weer jammer. Lekker Kimmich. They're going to have to restart with a throw. Advantage rule for Feyenoord, well applied there by the referee. Villalba die gaat gewoon door. Good challenge. Nou, dit was ook weer niet best. Of Martins Indy. Lekker bezig. Attack was looking good. Now the opposition have a chance. Kijk, goede bal van Kane op Villalba. Villalba schiet hem er dan in. Doet hij weer niet. Hazard dan. Really strong play in the tackle. Opportunity to cross it now. Hazard met ruimte. Schiet erbij. Jammer. En probeer het gewoon eens. Goeie uitgooi van de keeper. Guided on by his head. And they've got the ball still. Ah, dit gaat niet. More news on the injury front from Jeff Shreves.
He went over his ankle quite severely, but he's carried on, so I think he's going to be okay. Jeff, thank you. Here's a chance to attack. Ja, op wie? Kimmich. Joshua Kimmich. Jordi Klaassen. Hazard dan, die moet erin. Hij gaat dan weer met links schieten, dat had ik dan weer niet verwacht. Lukaku. Wat gaan we doen? Maar even terug. De Bruyne. Oh, Klaassen. Geen goede bal, man. Zo goed afgepakt weer. De Bruyne dan. Nu goede ballen op Lukaku. En hoppatee, het is 3-0. Lukaku begint toch wel los te komen, hoor. Zeker in de Champions League. Goeie bal van De Bruyne. Dat doet hij wel goed hoor, De Bruyne. Hij geeft goede paasjes. Ik vind hem niet tegenvallen. Misschien verwacht je ook heel veel. Maar qua passing is hij toch goed. Kane dan. Op Lukaku. Die kopt er goed voorbij. Legt hem goed terug. Ja, en die legt hem niet goed terug. Shit, de verkeerde speler, man. Er stonden er veel anderen, die stonden er veel beter voor. Vialba. Oh, bal kwijt. En echt op een kutpositie, op een kutmoment. Gaat net goed. Nu dan. Nou, Kane. Ah, neemt die bal dan mee, joh. Die verdediger had hem helemaal niet onder controle. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Patience is the name of the game at the moment. Keep it here. Far too close to the goalkeeper. This has been called a football match, but it hasn't been much of a match up between the two sides. The winners conclusively at their best. Goeie bal. Hazard, die moet er nou toch wel een keer in. Lukaku dan. Ah, shit. Geen corner. Schoot ik op tegen mijn eigen speler aan. Nou, het zal best. De Bruyne dan. Weer een goede pas. Kane, ja. Waar moet hij naartoe? Er was niemand vrij. Strong challenge. Oh jee. Shot off. Good block. Zie voor de keeper. Nou, kunnen we nog een goaltje maken nu? Klaassen gaat diep. Klaassen heeft de bal. Terug. Kane. Waarom staat niemand daar vrij? Echt, ze staan allemaal in de dekking. Ja, maakt niet uit. 3-0 gewonnen. Lukaku 2 keer gescoord. Ik zeg best goed. Kimmich man of the match. Vanwege wat? Hij heeft een assist gegeven. Oké, prima. De Bruyne ook. 2 goals Lukaku en van Klaassen. Maar Fenne, Kimmich. Ja, 10 van de 10 passes, dribbles. Nou, ik had dit niet te zien aankomen. Jullie misschien, ik niet. Even kijken. Lyon wint van Basel. Nou, we zijn nu toch zeker door naar de volgende ronde. Dus dat is ook lekker. Lyon is volgens mij ook wel zeker tweede. Die hebben nu ook gewoon 12 punten. En dan gaat dat best lekker toch? Of niet dan? Gaan we eens even verder. Spelen we morgen tegen Vitesse. Today is the last day to submit the final list of players. Nou. Ja, wie moet ik oproepen verder? Geen idee. Van Beek is ook niet echt best, hè. Het is eerlijk. Blind is beter qua rating. Dus die roep ik gewoon op. Heb ik ook weer een linksbenige verdediger bij. Dat is misschien ook wel beter.
En verder hebben we dan natuurlijk die twee. Jansen, Kiesna. Ja, wie moet ik verder oproepen, jongens? Middenveld. We spelen met middenveld 1, 2, 3, 4, 5, 6 middenvelders. Op zich is dat genoeg natuurlijk. Nou, ik vind het allemaal best zo. Lekker laten staan. Niet te veel veranderen. Verder nog iets? Ik denk het niet. Ik denk morgen gewoon lekker tegen Vitesse gaan ballen. Nou, we krijgen nog wel twee berichtjes binnen zo te zien. Wat zijn dat voor berichten? Mulder, return from injury, dat is goed. En spelers die met het nationale elftal op pad gaan. Ik vind het allemaal mooi. Ik ga afsluiten voor vandaag. Ik zeg weer hartelijk bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot morgen, jongens. Later!